titel van vanavond is Bevallen zoals het je bevalt. En eigenlijk begin ik met te zeggen dat elke zwangerschap, maar ook elke bevalling en elke kraamtijd uniek zal zijn. Je ziet hier heel veel baby's, er is geen één die op elkaar lijkt. Wel, dat is eigenlijk ook zo met zwangerschappen, bevallingen en kraamtijd. We kunnen nooit echt vergelijken, het is altijd een unieke situatie in een samenloop van heel veel omstandigheden. En het enige wat dat jullie eigenlijk gezamenlijk doen, dat iedereen gezamenlijk doet, dat is de volgorde. Je bent eerst zwanger, dan ga je in arbeid, dan ga je bevallen. Dan heb je de eerste ontmoeting met je baby, de eerste weken thuis. En voordat je het weet, vier je de eerste verjaardag en ben je op zoek naar de taart voor het eenjarig zoontje of dochtertje. Maar dus net zoals dat je doet in andere zaken, zul je ook keuzes moeten maken voor je arbeid en je bevalling. En dit is hetgeen wat ik vandaag met jullie wil bespreken. Dus dat jij eigenlijk kan bevallen zoals dat het jou bevalt of zoals dat jullie willen bevallen. En dat is eigenlijk niet zo heel gemakkelijk. Waarom niet? Omdat er heel veel keuzes worden gemaakt. Maar er staat iemand in de wacht. Maar ik kan dat niet echt opnemen. Ik denk dat mijn collega's... Dat is in orde. Jij kan toelaten, Els? Ja hoor, prima. Doe ik. Oké, prima. Hier zie je een plakkaat, Right and Right. Dat is een beetje het probleem. Als je keuzes moet maken, dat je heel veel verhalen gaat horen. En de een zegt, en je moet zwart doen. En de andere persoon zal zeggen, je moet thuis bevallen. Hey, of anders, de andere gaat zeggen, oh, je moet zeker een epidurale nemen. En iedereen denkt dat hij het bij het rechte eind heeft. Hey. En dat zal voor hun wel zo zijn. Maar het is voor iedereen anders. Dat is ook wel belangrijk om te weten. Hey. Er bestaan dus geen goede keuzes en slechte keuzes. Ja, tenzij dat je echt iets heel speciaal zou willen doen, bevallen met de dolfijnen in de zee. Ik denk dat dat misschien wel wat minder interessant is. Maar voor de rest heb je zelf een stukje, in de mate van het mogelijk, de keuze. En kan je niet spreken van een goede keuze of van een slechte keuze. Ik kan jullie dan ook maar aanraden om vooral contact te nemen met mensen die je ook niets opdringen. Die ook niet zeggen van dat is goed en dat is slecht. Laat dat aan deze kant erin komen en aan de andere kant er weer uitgaan. Geen probleem. En ik weet niet of je het al weet, maar Google heeft geen kinderen. Hij pretendeert, of zij pretendeert, om zeer veel te weten. Maar het is ook niet allemaal juist. Dus let toch een beetje op als je iets opzoekt via Google. Nu, bevallen is eigenlijk een dynamisch gebeuren die op voorhand niet te voorspellen is. Ik zei het al. En het kan zijn dat je eerste bevalling, ik denk dat de meeste mensen nu zwanger zijn van een eerste kindje, vermoed ik. Zet het anders gerust maar in de chat. Dan weet ik ook met wie dat ik aan het spreken ben of voor wie dat ik aan het spreken ben. Maar ik heb zelf twee kinderen. De eerste bevalling was helemaal niet te vergelijken met de tweede bevalling. Dat was compleet anders. En dat zal bij heel veel mensen wel zo zijn. En waarom is dat? Wel, bevallen is eigenlijk een samenspel van allerlei factoren. Ik zie hier al een eerste kindje. Ah, toch een tweede kindje. Eerste kindje. Voilà. Maar ook Isabel, tweede kindje. Laat maar weten als er nog iets is waar je vragen rond hebt. En dus heel veel zaken zullen afhangen. 1. Bijvoorbeeld van de ligging van je baby. 2. Van de efficiëntie van je ween. Ik zie dat de eerste kindjes razendsnel binnenkomen. Er komt een babyboom volgens mij binnenkort. Als ik allemaal zie hoeveel kinderen dat er nog moeten geboren worden hier op de chat. Dus veel hangt af van de ligging van de baby, maar ook van de efficiëntie van de ween. Hoe goed zijn je ween? Waar situeren de ween zich? Daar komen we later nog op terug. Hoe de baby zich gaat draaien? Gaat die baby die inwendige speldraai maken, ja of nee? En ook wel, hoe ontspannen kan je als mama zijn? Dus daar gaan we het ook vandaag een beetje over hebben. En dus die keuzes die je moet maken, die gaan onder andere over met wie of wie zal mijn bevalling of laat ik mijn bevalling begeleiden? 2. Waar zal ik bevallen? 3. Hoe zal ik bevallen? Hoe wil ik mijn bevalling hebben? En misschien ten vierde ook heel kort, hoe ga ik dat eerste uur of die eerste uren met mijn babytje doormaken? En dan stel ik weer al een vraag aan jullie. Zijn er zaken dat je vandaag zeker te weten wil komen? Het is misschien wel heel goed dat ik even van jullie hoor. Wat wil je zeker vandaag gehoord hebben in deze sessie? Of waar wil je informatie over gekregen hebben?
Zet het gerust op de chat, dan kan ik mijn PowerPoint eventueel nog wat aanpassen of het ene wat sneller behandelen dan het andere. Dus zet het maar op de chat wat dat jullie graag zouden willen. Ik wacht eventjes. Els, je moet het mij anders maar weten te zeggen straks. Ja? Oké, komt in orde. Ja, prima. Nu, misschien kan ik toch al starten met wie kan je begeleiden bij de arbeid en bij de bevalling? Wel, er zijn verschillende mogelijkheden. En het voordeel is dat je ook de mogelijkheden die je hier ziet, dat je die kan combineren. Het is dus geen of-of verhaal, wat wel eigenlijk heel leuk is. Hé. Ik zie hier bijvoorbeeld, ja, die staat maar op de vierde plaats. Ik zal het misschien niet graag hebben dat ik het zo doe, maar toch heb ik het gedaan. De gynaecoloog, waarmee die eigenlijk je zwangerschap kan begeleiden, maar ook vooral je bevalling zal doen. En dan heb je ook de vroedvrouw. Je hebt een vroedvrouw die in het ziekenhuis werkt. En je hebt de vroedvrouw die thuis komt bij jou. Dus dat is dan de zelfstandige vroedvrouw. Of een zelfstandige praktijk, ofwel een organisatie zoals het Gele Kruis of zo, die ook thuis kunnen begeleiden. Dus die hebben de vroedvrouw, zowel een ziekenhuis als thuis, maar misschien iemand die we ook zullen vergeten, of vaak vergeten, dat is de huisarts. Ook een huisarts kan betrokken worden bij de arbeid, bij de bevalling en bij de nazorg. En ik weet niet of jullie al een keer gehoord hebben van een doula. Wel, ook dat zal ik heel kort eventjes uitleggen. Een doula kan je ook begeleiden in de zwangerschap, arbeid en bevalling. En het leuke van de zaak, zoals ik al zei, onthoud dat goed, dat je zeker ook de combinatie kan maken, dus dat je verschillende mensen kan aanspreken. Ik zie hier ondertussen twee dingen op de chat. Verschillende houdingen tijdens de bevalling, dat komt aan bod. En hoe je op een positieve manier je keuzes kan kenbaar maken. Zonder belerend en wetwegerig over te komen als je een bepaalde keuze wil maken. Ik ga het daar misschien straks ook nog wel over hebben. Ik wil misschien eerst zeggen, Isabeau, jouw keuze, dat is je keuze. Ja? En het is zelfs niet altijd nodig om dat te gaan uitleggen aan de buitenwereld. Hè? Natuurlijk aan de professionelen, hoe dat je dat uitlegt, daar komen we straks op terug. Maar als je bedoelt, hoe ga ik dat uitleggen als mensen vragen en waar ga je bevallen, dan ga je die epidurale pakken enzovoort. Oh, dan zeg je van ik zie het wel, ik zie wel hoe dat het verloopt. Als je weet dat je commentaar gaat krijgen, dan ben je ook helemaal niet verplicht om al die informatie te gaan doorgeven. En te zeggen van we zien wel hoe dat het verloopt, ik ga me nu nog niet vastpinnen, terwijl je misschien wel duidelijk al een goed plan hebt. Dus dat komt zeker ook nog aan bod. Nu, wat kan de vroedvrouw? Een geboorteplan, dat kan ook. Dat komt ook later nog aan bod, inderdaad. Wat doet dan de vroedvrouw? Wel, zij kan zowel je zwangerschapsbegeleiding doen, ofwel individueel ofwel in groep, waarop dat ze je ook kunnen voorbereiden op de bevalling. We denken altijd aan een kinesist om de prenatale of de oefeningen, de bevallingsoefeningen, het ademen enzovoort, om dat te leren. Maar eigenlijk kan je dat ook van een vroedvrouw verwachten. En zij zal daar ook een heel duidelijke uitleg over kunnen geven. Dan is het ook zo dat een aantal zelfstandige vroedvrouwen ook je arbeid kunnen opvolgen thuis. Dat is wel heel interessant. Als je dan denkt dat je in arbeid bent, dan kan je de vroedvrouw opbellen en dan zal ze even komen. En afhankelijk van wat dat jouw keuze is, kan je dan naar het ziekenhuis vertrekken of kan de arbeid zo lang mogelijk thuis opgevolgd worden. Naar de voorwaarden daarvan kom ik straks ook nog wel eventjes terug. Maar ook de vroedvrouw in het ziekenhuis, die kan ook jouw arbeid daar gaan volgen. De vroedvrouw kan je, als ze ziet dat je voldoende centimeter opening hebt, of je wil inderdaad ook wel naar het ziekenhuis, kan ze jou daartoe begeleiden. En onder strikte voorwaarden en samen met een huisarts kan een vroedvrouw ook een thuisbevalling doen. Ja? Uiteraard, de vroedvrouw die in het ziekenhuis werkt, die zal jouw arbeid en je bevalling in het ziekenhuis ook kunnen volgen. En dan komt de gynaecoloog eigenlijk vooral bij het stukje van de bevalling ervoor. Zal het vooral de vroedvrouw zijn die jullie zal begeleiden in het ziekenhuis. Dus het is toch een belangrijk iemand waarmee dat je gaat bevallen. Zowel in de thuissituatie als in het ziekenhuis zal het ook de vroedvrouw zijn die jou en je babytje zullen de nazorg geven. En ook alle advies rond de babyvoeding en babyverzorging. Maar een vroedvrouw doet zoveel meer, is ook een luisterend oor.
Heeft ook oog voor het mentaal welzijn, heeft ook oog voor de papa, voor de meemama. Dus eigenlijk zal ze ook wel het geheel bekijken in het ziekenhuis, door de vroedvrouw van het ziekenhuis. Maar het is ook wel heel goed dat je allemaal, ook al kies je ervoor om in het ziekenhuis te bevallen en 72 uur in het ziekenhuis te blijven, want dat is tegenwoordig de norm, dan is het ook wel heel goed dat je al op voorhand een vroedvrouw hebt, waarmee dat je een contact gehad hebt, die dan ook nadat je uit het ziekenhuis komt, jullie verder kan opvolgen. En deze info vind je ook, of waar dat je vroedvrouw kan vinden, dat is bij www.vroedvrouw.be. Daar vind je een lijst. Ik kan dat nu moeilijk aanklikken, want anders blokkeert mijn computer. Maar je krijgt de PowerPoint ook toegestuurd vanavond of morgen voormiddag. En dan kun je dat zeker ook nog een keer bekijken. Let erop als je een vroedvrouw kiest, dat je ziet waar dat ze woont en wat dat ze doet. En op de website www.vroedvrouw.be kan je dat allemaal opzoeken. Geen probleem. Raak je er niet aan uit, geef ons maar een belletje, dan kunnen we je daarin helpen. Zoals ik al zei, kan ook de arbeid en de bevalling door de huisarts opgevolgd worden. Waarom zeg ik dit? Omdat je vaak toch wel een vertrouwensrelatie hebt met je huisarts. Hij weet hoe dat jij en je gezin in elkaar zitten. En een huisarts kan een normaal verlopende zwangerschap begeleiden, ook in combinatie met een vroedvrouw en met de gynaecoloog. Stel dat er complicaties zijn, dan kan de huisarts ook een stuk in samenwerking met de gynaecoloog in deze complicaties gaan opvolgen. Ik denk bijvoorbeeld aan zwangerschapsdiabetes of aan vroegtijdige contracties of te hoge bloeddruk. Dat zijn dingen waar dat dan de huisarts ook een stukje kan in meegenomen worden. Maar in principe kan een huisarts ook een arbeid thuis doen, een thuisbevalling doen en assisteren of de bevalling in het ziekenhuis doen. Afhankelijk of dat men in het ziekenhuis dat toelaat, ja of nee. En zelfs ook de nazorg thuis. Dus stel dat je zegt van ik vind geen vroedvrouw of ik zie het niet zitten om een vroedvrouw te nemen, dan kan de huisarts eigenlijk ook die opvolging doen. Dit wordt uiteraard ook terugbetaald volgens het recieve-nummer. Met een kleine kost dat je zelf hebt, maar voor de rest wordt er een heel stuk terugbetaald. Toch wel goed om even te informeren bij je huisarts. Is je huisarts bereid om dit te doen? Want we zien helaas dat bijvoorbeeld de oudere huisartsen dat eigenlijk niet meer zo zien zitten en meer gaan doorverwijzen naar de gynaecoloog. Maar ik zou zeggen, er staan toch een aantal jongere praktijken, huisartsenpraktijken, te springen om terug dat zwangerschap en bevallingsdeel op te nemen. Oké. Moesten daarna nog vragen rond zijn, mag je het gerust zijn. En dan hebben we de gynaecoloog. Die wil ik natuurlijk niet stiefmoederlijk behandelen. Integendeel, met een gynaecoloog kan je in het ziekenhuis bevallen. Je kan niet vragen aan je gynaecoloog of dat hij bij jou thuis komt. Dat is niet mogelijk. En een gynaecoloog zal ook zwangerschappen en bevallingen begeleiden. Normaal verlopende zwangerschappen begeleiden, bedoel ik. Zal ook echografies nemen. Maar de gynaecoloog zal misschien wat minder tijd kunnen nemen om die normaal verlopende zwangerschappen te gaan begeleiden. Wanneer zal je zeker veel en goed contact kunnen hebben met de gynaecoloog? En is hij de aangewezen, hij of zij, de aangewezen persoon om je zwangerschap en je bevalling te gaan bekijken? Dat is wanneer dat het anders loopt. Wanneer dat er complicaties zijn, zoals een dreigend vroeggeboorte, wanneer dat er vruchtbaarheidsproblemen zijn, wanneer dat je zwanger bent van een meerling, wanneer dat je misschien je kindje groeiachterstand heeft, of dat er een keizersnede moet gebeuren, ja, dan is er alleen maar de gynaecoloog. En die zal dan ook zeer veel en goed de tijd voor jou nemen. Toch wel belangrijk om dat te weten. Prima. Nu, ik weet nu dat er mensen zijn die de doula al kennen. Hebben jullie daar al van gehoord? Misschien dat ook eventjes in de chat zetten. En ook, moest het te saai worden, Els, en mensen, verwittig mij op tijd, dan doe ik even een break, want het zou kunnen dat dat zo is. Isabeau zegt ja hoor, Kelly zegt nog niet van gehoord. Misschien is dat nog niet zo ruim bekend. Ook Lisa zegt nog niet van gehoord. Sander wel, of het is Helene, hè? Helene wel al van gehoord. Dus het is een beetje 50-50. Nu, wat doet een doula? Ja, zeg maar hoor. Als er iets is, moet je het maar zeggen hoor, Els. Nee, er is hier iemand die zegt, ja, nog iemand niet gehoord, ik ken het. En iemand die het gezien heeft op tv. TV, ja. Ik zie de chat ook een beetje op mijn gsm, maar je mag altijd ook wel aanvullen. Okay. Dus de bepaalde dingen niet gezien hebben. Ja. Ja.
Veerle heeft het al eens gezien op tv. Wel, ik weet niet wat je gezien hebt, maar een doula, oorspronkelijk zijn die uitgevonden, als ik het zo mag zeggen. Of het woord doula is eigenlijk ontstaan vanuit in Griekenland. Het is eigenlijk een Griekse naam voor naast je staan. Dus het is eigenlijk een hulp. En heel vaak een doula was er vooral, of is er vooral, wanneer dat de vrouw alleen moet bevallen, omdat de man in die cultuur niet aanwezig mag zijn bij de bevalling. Nu, ik heb het een keer opgezocht ook en ik wil jullie kort wat informatie daarover geven. Je zal het ook zien op de website. Er bestaat een website www.dedoula.be, niet doula, maar dedoula.be. En daar heb ik het volgende beetje uitgehaald. Wat doet een doula? Zij geeft een emotionele ondersteuning tijdens en rondom de geboorte van je kind. Dus het is vooral die emotionele ondersteuning. Maar ook de fysieke ondersteuning, hoor. Ze kan bijvoorbeeld ook helpen met je te masseren of te zorgen dat je oefeningen goed kan doen. Dus ze creëert in principe een comfortzone rond je heen door bij je te staan waar nodig. Zo beschrijven ze het. Maar ik ken ook al mensen die bevallen zijn met een doula. En het enige wat die doula heeft gedaan, dat is op de achtergrond aanwezig geweest. Ze is gewoon op de achtergrond aanwezig geweest. En dat gaf eigenlijk al voldoende vertrouwen aan de mama die aan bevallen was van kijk, moest er iets zijn, dan kan de doula mij ook een stukje helpen daarin. Dus ze komt wanneer jullie haar nodig hebben en blijft in principe tot als de baby geboren is. Het is een aanvulling op medische zorg. Het is dus niet, ze zijn dus niet helemaal medisch geschoold zoals een vroedvrouw of een arts. Het is dus wel een aanvulling erop. En de nadruk ligt vooral op het geruststellen, aanmoedigen, comfort bieden aan, aan jullie, dus als aanstaande ouders. Ja. Nu, je kan je misschien de vraag stellen, oh, dat is leuk, hé, maar wat kost dat? Wel, jammer genoeg is de kostprijs toch nog vrij hoog momenteel. Waarom? Omdat het mensen zijn die inderdaad ook op zelfstandige basis dit doen. En de prijs schommelt ook een beetje van doula tot doula. En ook wat dat ze aanbiedt. Er zijn een aantal doula's hier in de regio die jullie een totaalpakket gaan aanbieden. Maar wat is dat? Dat zijn een aantal gesprekken in de zwangerschap, het helpen opstellen van een geboorteplan, de geboorte zelf uiteraard, maar ook wat nabespreking. En zij maken ook een geboorteverhaal voor jullie. En dan zie je dat er vaak een totaal kostplaatje is die toch wel enkele honderden euro's kan zijn. Helaas is er toch maar heel zelden een terugbetaling door de verzekering of de mutualiteit. Maar het is zeker de moeite om het na te vragen, want met hoe meer dat we het vragen, hoe beter het natuurlijk is. Dus je kan dit allemaal vinden op www.dedoula.be. Als er daar nog vragen of opmerkingen over zijn, geef het maar in de chat, geen enkel probleem. Oké. Nu, naast de professionele mensen, ben je misschien ook aan het denken van wie wil ik nog bij mijn bevalling? Nu, ik hoop dat je dan zegt dat je partner, als die er is, dat je partner erbij mag zijn. Ik denk het wel. Maar stel dat je geen partner hebt, dat je alleenstaande mama bent, dan is het, en ook anders, is het toch goed dat je iemand, een vertrouwenspersoon, bij je hebt. En dan kan je zelf een stukje kiezen wie dat is. Dat kan misschien je mama zijn, dat kan misschien je zuster zijn, dat kan misschien een vriendin zijn, weet ik veel wat, iemand die foto's wil maken. Ja, dat kies je een beetje zelf, maar spreek dit ook goed af met de arts en de vroedvrouw in het ziekenhuis. Want sommige ziekenhuizen, en zeker nu in coronatijd, jammer genoeg, is het ook niet altijd mogelijk dat er veel derde personen meegaan. Maar we zijn op de goede weg, dus op hoop van zegen kunnen we dat snel toch weer terug doen. Ja, soms wordt de vraag ook elke keer gesteld, en dan denk ik misschien aan Isabeau, andere kinderen bij de bevalling. Mogen de andere kinderen bij de bevalling? Dat kan, zeker. Maar wel onder bepaalde voorwaarden. Het is zo dat je je als mama veilig moet voelen en dat je ook niet mag afgeleid worden door het andere kindje. Want dan zal je zien, dat komt straks ook terug, dat je arbeid, dat je niet genoeg kan concentreren op je arbeid en dat je arbeid dan misschien wat te traag gaat enzovoort. Weet ook dat je volledig jezelf moet kunnen zijn als je bevalt, zeker vooral die eerste kindjes. Het zou best kunnen zijn dat je je roept of dat je je kwaad wordt of dat je je tiert, weet ik veel wat. Ja, en als je daar dan iemand bij je hebt waarvoor je dacht, oei oei oei, of achteraf zegt van, had ik dat nu wel mogen doen, zo roepen. Zorg dat je iemand bij je hebt
die dat allemaal kan verdragen en die daar geen opmerking zal maken. Nee? Nu, wie dat je bij wil hebben, dat bepaalt ook soms een beetje de plaats waar mama wil bevallen. Nee? Zeker als het gaat om een tweede of een derde kindje en je wil heel graag dat de kinderen erbij zijn, ja, dan kiezen sommige mensen ook voor een thuisbevalling in plaats van voor een ziekenhuisbevalling. Oké. Lukt het nog eens? Denk ik, is het nog duidelijk allemaal? Vermoedelijk. Ja, hoor. Ja? Oké. Prima. Nu, dan kan je ook nog kiezen waar dat je gaat bevallen. En je hebt eigenlijk twee keuzes. Ofwel beval je in het ziekenhuis. Nee, drie keuzes, pardon. Ofwel beval je in het ziekenhuis. Ofwel ga je thuis bevallen. Ofwel heb je nu ook een nieuw alternatief hier in Brugge bijvoorbeeld. En dat is dat je gaat bevallen in een geboortehuis. Hè. Nu, ik leg kort even alles uit. Je kan in het ziekenhuis bevallen. Hè. Dus de vroedvrouw zal je arbeid volgen. En waarschijnlijk zal de gynaecoloog de bevalling doen, maar er zijn ook ziekenhuizen waar jouw eigen vroedvrouw en je huisarts dus ook de bevalling kan doen. Wil je graag onder water bevallen, dan is het misschien niet slecht om toch een keer te polsen in het ziekenhuis. Staat men er open voor? Heeft men een bevallingsbad? En dat kan natuurlijk ook wel de plaats waar je wil bevallen beïnvloeden. Zeg je van, ik wil echt onder water bevallen, dan heb je bijvoorbeeld ook iets eruit ziekenhuis in Oostende die dat doet. En ik denk dat er in Veurne ook, dat je in Veurne of in Ieper ook onder water kan bevallen. Er zijn er zeker een aantal waar dat kan. Nee? Je kan ook kiezen om thuis te bevallen. Dat is natuurlijk onder strikte medische voorwaarden. Oké, ik weet niet wat dat jullie van plan zijn voor de bevalling. Misschien zet je het ook een keer op de chat. Altijd leuk dat ik een beetje feedback krijg. Nu, als je twijfelt of graag of erover nadenkt om misschien thuis te bevallen, of je denkt misschien wie wil er dan nu doen, thuis bevallen, is dat niet gevaarlijk? Nu, dan kan ik jullie toch geruststellen dat een thuisbevalling niet zomaar gebeurt. Ja? Het is zo dat er daar heel wat voorwaarden aan zijn die men heel strikt gaat volgen. Hè? Zodat men zeker is van, kijk, als er iets misloopt, dan hebben we nog tijd om naar het ziekenhuis te gaan en kunnen we alles nog goed georganiseerd krijgen. Ik heb er hier een aantal opgesomd, maar er zijn nog meer voorwaarden dan dat. Eerst en vooral kan dat een thuisbevalling alleen wanneer je een normaal verlopende zwangerschap hebt. En word je ook begeleid door een vroedvrouw en de huisarts, plus wordt er ook gevraagd om minstens drie keer naar een gynaecoloog of een radioloog te gaan om echo's te nemen, om zeker te zien dat alles oké is. Jammer genoeg kan je niet thuis bevallen van een tweede als je de vorige keer een keizersnede gehad hebt. Je kan ook met een tweeling niet thuis bevallen. En er wordt ook altijd een voorbereidend huisbezoek gedaan. Dus de vroedvrouw en de huisarts gaan letterlijk naar het huis kijken. Hoe lang dat ze erover rijden, met file, zonder file. En dat is altijd een drietal weken voor de uitgerekende bevallingsdatum. En dan wordt ook alles bekeken of dat alle materiaal aanwezig is. Een kraampakketje, een weegschaaltje enzovoort. Alles wordt dan bekeken. Het klinkt misschien raar, maar je zal dan ook water nodig hebben, verwarming, elektriciteit en eventueel een telefoon. Nu, je zal misschien zeggen, tegenwoordig in onze contrein is dat toch wel zo. Maar ik ken een aantal mensen die aan het verbouwen zijn en die eigenlijk een beetje thuis kamperen. Daar is helemaal niets op tegen. Maar dan is het misschien niet zo verstandig om thuis te bevallen. Dit zijn wel voorwaarden. Je kan ook niet thuis bevallen voor 37 weken en na 42 weken zwangerschap. Mag ook niet. De arbeid moet ook normaal verlopen. Wanneer dat er bijvoorbeeld een meconium of stoelgang in het vruchtwater is, dan zal men ook geen risico's nemen en onmiddellijk naar het ziekenhuis gaan. Het ziekenhuis moet ook bereikbaar zijn binnen het half uur. En je kan natuurlijk ook geen epidurale verdoving nemen als je in de thuissituatie bent. Ondertussen kijk ik hier even naar de chat en zie ik dat de meesten toch gaan bevallen in het ziekenhuis. Isabeau zegt, ik zou graag thuis bevallen, maar is niet mogelijk. Maar dan heb je natuurlijk ook wel nog de keuze, Isabeau, om eventueel te kiezen. Eén, voor het geboortehuis. Hier zie je een geboortehuis. Wat is dat? Dat is eigenlijk een vroedvrouwenpraktijk die zelf een hele leuke woning hebben ingekaderd, als ik het zo mag zeggen, waar dat alle materiaal aanwezig is, waar dat je dus ook kan thuis bevallen. Maar uiteraard is er daar ook geen mogelijkheid van een kunstmatige pijnbestrijding. Dus hier zie je zo'n geboortehuis.
Nu, je kan ook bevallen in het ziekenhuis en dan vroeger naar huis gaan. Nee? En als je nu zegt, ik zou heel graag thuis bevallen, maar dat lukt niet, dat gaat niet lukken, dan kan je misschien een stuk van je arbeid thuis doen, gaan bevallen in het ziekenhuis en dan korter blijven dan die 72 uur. En we noemen dat een polyklinische bevalling of een bevalling met kort ziekenhuisverblijf. En dan kan je in principe na 6 uur of na 12 uur al naar huis gaan, op voorwaarde dat jij en de baby het goed stellen, dat je epidurale is uitgewerkt, dat je sowieso een vroedvrouw thuis hebt en dat de kraamzorg ook een stukje geregeld is, dat de praktische zaken ook wat in orde zijn. Wil je kiezen voor een polyklinische bevalling en denk je van ik ga maar 6 uur of 12 uur blijven, dan wil ik toch nog een tip meegeven in verband met het reserveren van de kamer. Ik denk dat het dan heel belangrijk is dat je op dat moment geen éénpersoonskamer reserveert, maar wel een meerpersoonskamer. De kans is heel groot dat je gewoon in het verloskwartier in de verloskamer kan blijven totdat je naar huis gaat. Maar het probleem is als je een éénpersoonskamer gaat aanvragen, dan zal je ook alle bijkosten van de dokter, doktershonoraria extra, die je normaal moet betalen voor een éénpersoonskamer, zal je sowieso moeten bijbetalen zonder dat je eigenlijk in het ziekenhuis verblijft. En dat is toch wel een jammere zaak, denk ik. Dus misschien is dat wel een goede tip. Oké, dat rond de plaats en wie dat er allemaal je zwangerschap kan begeleiden. Nu wil ik het wat hebben over de keuzemogelijkheden bij de manier van arbeid en bevallen. Natuurlijk, voordat je gaat kiezen, is het misschien wel belangrijk om te weten, ja, maar wat mag ik dan verwachten? Hoe is dat dan, zo'n bevalling? Hoe zit dat dan in elkaar? En ik ga misschien aan jullie ook een keer vragen, wanneer denken jullie of hoe kan je weten dat je in arbeid bent? Hoe stellen jullie voor dat het begin is van jullie bevalling? Zet het maar een keer op de chat. Ik wacht geduldig. Ja. Ik zie hier heel duidelijke weeën. Als de weeën niet weggaan als je in bad gaat. Dat is iemand die al een tip gekregen heeft van de vroedvrouw waarschijnlijk. Het water gebroken, ja, de foto zegt het zelf. Hé. Als het water breekt, breken van de vliezen. Maar niet altijd duidelijk, denk ik. Water gebroken en de weeën volgen elkaar snel op. Inderdaad. Nu, ik heb misschien speciaal deze cartoon gezet, omdat er maar een heel klein deeltje is waar de arbeid begint met het breken van het water. Nee? Dus deze situatie, daar moet je niet van wakker liggen 's nachts. Je hebt eigenlijk heel weinig kans dat het zal zijn zoals op de foto. En het is ook niet zo'n goed scenario eigenlijk. Zeker als je als eerste bij een eerste kindje wil bevallen en je babytje zit nog hoog en dan zal je water breken, dan zien we dat het vaak wel een beetje een moeilijkere arbeid wordt. Nu, misschien, ik zal het maar zelf zeggen, het is ongeveer 10% van de arbeiden die beginnen met het breken van het water. Dus zoveel zorgen hoef je zeker niet te maken. Nu, er zijn ook een aantal voortekens voor de bevalling. Dus dat wil zeggen, het is aan het schuiven, maar je zult nog wel even geduld moeten hebben. Dat is wanneer dat je wat voorween hebt. En wanneer dat je, ja, je zal wel voelen, dat zijn al harde buiken die soms wat pijnlijk kunnen zijn. Maar zoals dat er hier iemand ook al zei, als de weeën niet weggaan, als je in bad zit, dus als je voorween hebt en je gaat je ontspannen, je gaat in bad of een warme douche en de weeën gaan over, dan is het enkel een voorteken. En zal dat ook wel helpen om je kindje te laten indalen. En bij een eerste bevalling verwachten we eigenlijk dat de baby rond de 8 maanden gaat indalen in het kleine bekken. Omdat je wat minder plaats zal hebben. Rond 8 maanden drukt dat nog wel heel sterk van boven. Maar dan zal je zien dat, ja, dat het ineens wat beter gaat, dat je wat meer plaats krijgt. Dat is als de baby gaat indalen en dus met zijn voorliggend deel, meestal zijn hoofdje, naar beneden zal gaan. Nu, elke voorwee dat je hebt, is eentje gewonnen. Dat kan zijn dat je dan al wat opening krijgt en dat is elke centimeter die je via voorween hebt, is er eentje die gewonnen is. Het kan ook zijn dat je een slijmprop verliest. Wat is dat? Dat je een klein beetje bruinig hard slijm verliest. En hoe komt dat? Ja, dat is omdat de vagina toch al wat open gaat en die slijmprop is eigenlijk een beetje een kurk
die op de baarmoeder mond zit om die baarmoedermond heel goed af te sluiten. Iets waar dat de partners toch wel goed moeten op letten, denk ik, dat is dat de mama nestdrang kan krijgen. Hé? En ik weet niet of dat er al mensen zijn die dan nu al hebben nestdrang. Zet je maar schrap. Sommige mensen hebben dat vrij pas een paar dagen of een dagje voor de bevalling. Anderen hebben daar al vroeger wel last van. Maar wat is dat? Dat je als mama ineens onrustig wordt en denkt van ik moet nog al de ramen wassen, ik moet nog heel het huis kuisen, terwijl je dat anders helemaal geen zin hebt om dat te doen. Of dat je echt nog van alles wil gedaan hebben. Ja, je wilt een beetje je nestje maken, je wil je veilig voelen in de omgeving. En dat heten we nestdrang. Dus dat is iets toch waar dat de partners zeker moeten opletten, absoluut. Je moet dan ook niet in grote paniek schieten wanneer dat, je vrouw ineens vraagt voor de partners, zul je nog een keer al de ramen willen wassen? Het is niet dat je binnen de 4 uur gaat bevallen, maar de kans is groot dat het niet meer zo lang zal duren. Oké. Ja, en dan komt het echte werk. Dan heb je inderdaad de baarmoedercontracties. Ja, breken van de vliezen hebben we al gezegd. En wat doen die baarmoedercontracties? Die zullen zorgen dat je baarmoedermond, waar dat de baby moet uitkomen, zal verstrijken, ontsluiten en verweken. En ik leg dat even uit als volgt. Dus dat zijn die weeën. Je ziet dat de weeën eigenlijk samentrekkingen zijn van spieren, van al je buikspieren. Je krijgt een harde buik en dat kan dan ook pijnlijk zijn sowieso. Ja. Dus hier hebben we die ontsluiting, die verweking en die verstrijking. Wat is dat? Hier zie je op de eerste foto zie je de baarmoedermond, die eigenlijk nog vrij lang is. Hier zie je dat ook. Die is gesloten. En het is de bedoeling dat je door je arbeid van 0 centimeter naar 10 centimeter ontsluiting gaat. En dus die 10 centimeter, daar zal dat hoofdje dan doorgaan. Dus de vroedvrouw zal regelmatig een keer voelen en kijken hoeveel centimeter opening dat je al hebt. Dat is die ontsluiting. Maar er is ook verstrijking. En het woord strijken zegt het al een beetje zelf. We zien dat die baarmoederhals hier, ja, die wordt korter. Dus die zal, ik weet niet of je dat kan zien aan mijn handen, die zal van zo naar zo gaan. Dus die moet eigenlijk helemaal plat gestreken zijn om goed te kunnen bevallen. En de verweking, wel, dat is eigenlijk de huid moet soepeler worden. Dus de huid van de vagina moet soepeler worden. En bij het begin, als we aan het begin van de fase, van de arbeidsfase zijn, dan voelt de baarmoedermond zo hard als de punt van je neus. Dus misschien dat je nu allemaal een keer kan voelen aan de punt van je neus. Ja. En op het einde van de rit, wanneer je klaar bent om te bevallen, zal de baarmoedermond zo zacht zijn als je lip. Dus van je neus naar je lip. Dit is ook de functie van die verweken. Dus die weeën, die zorgen voor ontsluiting, voor verweking en voor verstrijking. En dat gebeurt in verschillende fasen. En ik wil die fasen toch misschien ook wel kort nog even uitleggen. Zeker bij een eerste kindje is het zo dat we de latente fase of de rustige fase hebben. En die kan bij een eerste eigenlijk vrij lang duren. Dat kan zelfs tot 12 uur of meer zijn dat je in die latente fase zit. En wat is dat? Dat zijn die eerste 4 centimeter die je hier zit. Dus de eerste 4 centimeter opening die je kan krijgen. En de contracties zijn wel regelmatig, maar het is niet dat je ze niet kan opvangen. We zien dat zeker in de beginfase van die latente fase je heel braaf je oefeningen zal herinneren, dat je zal meeblazen, dat je ontspanningsoefeningen zal kunnen doen en dat je dat vrij goed zal kunnen opvangen. Dus dat is, zo krijg je opening van 0 tot 4 centimeter. Wanneer je dan naar de tweede fase gaat, dat is dan de actievere fase, dat is van 4 centimeter opening tot 8 centimeter opening. Nu, dan worden die weeën toch wel wat pittiger, gaan ze korter op elkaar komen. Maar het enigste voordeel is dat die periode ook wat korter is. Dus we zien dat we daar in een kortere tijd veel meer opening zullen krijgen. Dus in het begin krijg je langzaamaan opening, maar in die actieve fase zal dat wel wat sneller gaan. Het zou kunnen zijn, lieve mensen, dat je in de actieve fase niet meer zo braaf bent, als ik het zo mag noemen, en dat als je partner
heel lief met jou wil meepuffen, dat je hem de andere kant van de kamer opstuurt en je zegt van, hou voort, het gaat niet, weet ik veel wat. Dat is allemaal heel normaal. Dat je dan ook een beetje ook meer in je cocon gaat kruipen. Weet ook dat hysterisch zijn, dat komt van het Griekse woord hysteron, baarmoeder. Dus ik denk dat wij als vrouwen die moeten bevallen, best af en toe een keer een hysterisch momentje mogen hebben in de bevalling. En dat zal gebeuren in die actieve fase, maar zeker in die overgangsfase. Dat zijn die laatste 2 centimeters. En dan heb je het gevoel van, dat gaat niet gaan. En ik wil niet bevallen. En waar zijn we aan begonnen? Enzovoort. Dan kan je ook een beetje paniek hebben. En dan zal je zien dat de vroedvrouw jou een beetje streng maar rechtvaardig zal toespreken. Van, oké, je bent er bijna. Het zijn de laatste centimeter. Volhouden. En dan kun je gaan persen. Want dan krijg je persdrang. En persdrang is echt iets dat wat je niet kan beschrijven. Dat is eigenlijk een soort magneet. Waardoor dat je zo, je kan het niet tegenhouden, echt gaat persen, je oerkracht gaat kunnen gebruiken om je baby ter wereld te zetten. Op die manier zal jij dus bevallen en zal je babytje geboren worden. Nadien komt ook nog de nageboorte of de placenta die moet geboren worden, maar daar heb je zelf geen weet van, omdat je zo in euforie bent van je babytje. Dus je kan maar bevallen wanneer dat je volledige ontsluiting hebt, wanneer dat je persweeën hebt. En je zal zien dat de baby ook zal helpen met die bevalling. En ook de vroedvrouw zal aanwijzingen geven en je daarin helpen. En op volgende foto zie je dat een beetje, hoe dat die baby en hoe dat proces gaat. Dus de baby zit schuin, omdat hij dan het meeste kan schuiven naar beneden. Hier zie je dat bij het begin van de ontsluiting. En die baby die maakt een inwendige speeldraai. En zal, dat zie je hier. Hij draait van op de zij naar de buik en zal normaal gezien met zijn gezichtje naar beneden eerst geboren worden. Als zijn hoofdje geboren is, dan gaat je baby weer een draai maken. Dan zal het schoudertje geboren worden en zal hij uiteindelijk weer met zijn gezichtje naar voren geboren worden. En dan komt nadien de placenta. Nu, hoe dat die bevalling zal verlopen, dat hangt heel sterk af van bepaalde hormonen. En dan denk ik aan 2 hormonen, of enkele hormonen die heel belangrijk zijn. Dat is 1 het knuffelhormoon, dat is de oxytocine, die zorgt voor de ween. Maar dat is ook het hormoon van de veiligheid. Het hormoon die vrijkomt als je gelukkig bent, als je knuffelt, als je vrijt. Is ook het hormoon die vrijkomt als je een orgasme hebt. Dat is allemaal hetzelfde knuffelhormoon. En die zal bij de bevalling ook een heel belangrijke rol spelen. En dat knuffelhormoon dat staat lijnrecht tegenover de adrenaline of het stresshormoon. Want je kan niet bevallen als er een probleem is, als er een risico is. Ik denk, als jullie lekker samen aan het vrijen zijn of aan het knuffelen zijn, en er wordt ineens gebeld of geklopt aan de deur, je bent ineens in een andere stemming, die hormonen zijn weg, en je bent onmiddellijk in een ander verhaal. En de stress, misschien als je, toen we jong waren, dat de stress wel kwam als onze moeder aan de deur stond. Dat zou kunnen. Maar het is een beetje hetzelfde principe. Dus met andere woorden, hoe meer knuffelhormoon, hoe beter de bevalling zal zijn, want hoe sterker de weeën zullen zijn. En hoe meer dat we moeten zorgen dat je stresshormoon naar beneden gaat. Dus hoe lager de stressniveaus, hoe hoger de goede hormonen, de oxytocine, en hoe beter de weeën. Dit is eigenlijk superbelangrijk in heel dat verhaal. En misschien wil ik aan jullie ook wel een keer vragen, als je dat hoort zo, als je denkt aan je bevalling, hoe zie jij jezelf bevallen? En hoe zal jij, wat zal jou helpen om je stresshormonen te verlagen? Ik wil dat gewoon eventjes vragen aan jou, als je denkt van, ik ben aan het bevallen, hoe zie je jezelf dan bevallen en hoe zie je jezelf dan die weeën opvangen? Is dat door een epidurale te vragen? Is dat door oefeningen te doen? Zie jezelf in het water? Enzovoort, enzovoort. Misschien toch eventjes dit nog op de chat zetten. Dan hoef ik ook niet altijd naar mezelf te luisteren. Kan ik ook een keer kijken of dat er nog iemand aan de andere kant van het gesprek zit. Anders alles oké, Els? Ja, van antwoorden. Niet te veel pijn. Niet te veel pijn. Ja. En dan ook iemand, de houdingen en de ademhalingstechnieken zijn, zoals we wel goed willen weten, denk ik, zijn belangrijk. Ja. En dan pijnbestrijding, zegt Lisa, weinig afleiding rondom en rustige omgeving. Omgeving, ja.
Oké. Het is ook wel goed dat je dat ook wel eventjes kan voorstellen, hé, hoe dat, dat gaat, hoe dat jij dat een stukje zou willen. Dat is de bedoeling. En inderdaad, heb je de keuzemogelijkheden. En hier is ook weer niet het een is beter dan het ander. Het is jullie vrije keuze. Hé. En ik ga nu gewoon alle twee even bespreken. Dat is dat je de pijn, hé, want uiteindelijk gaat het over pijn, hé, dat je natuurlijke bevalling kan hebben of je kan ervoor kiezen om een kunstmatige pijnbestrijding te hebben. Hé. Actief bevallen, natuurlijk bevallen, gaat inderdaad over actief bevallen. Hoe actiever dat je bent, als je oefeningen doet om de pijn op te vangen, gebruik maakt van het water, of je partner die ook heel sterk jou kan helpen en steunen. Wel, hoe actiever dat je bent, hoe meer dat je ook een natuurlijke bevalling zal kunnen hebben. Ik zie hier nog eentje binnenkomen. Ik hoop natuurlijk te kunnen bevallen, muziek te beluisteren, hopelijk in bad in het ziekenhuis. Inderdaad, dat is zeker een mogelijkheid. Er zijn ook mensen die zeggen niet te veel pijn. Wel, dan heb je ook de epidurale verdoving uiteraard. Hè. Het enige nadeel is dat je een beetje gebonden bent aan het bed. Maar vind je dat belangrijk of niet, dat is geen probleem. Je kan wat minder actief zijn, maar je zult ook minder pijn hebben. Dus het is aan jullie om een stukje te kijken wat dat voor jullie het beste past. En het is ook niet omdat je nu denkt van het zal zo zijn, dat je niet kan veranderen van gedachten. Ik wil het eerst even hebben over die actieve bevalling en over het opvangen van die ween. En dan zal ik het ook hebben over de epidurale verdoving. Nu, als je wilt pijn bestrijden op natuurlijke wijze, dan zal het heel belangrijk zijn dat je in beweging blijft. Dan zal je een snellere arbeid hebben en zal je minder pijn hebben. Ook een verticale bevalling zal ook helpen om actief te bevallen of om natuurlijk te kunnen bevallen. Want we zitten ook een beetje met de zwaartekracht uiteraard. Dus dat, ja, de zwaartekracht trekt ook een beetje die baby naar beneden. Dus we zien ook dat verticale bevallingen of gehurkte bevallingen ook wel wat vlotter, soms wel wat vlotter gaan. Ik laat ze even ook wel wat zien. En je kunt heel wat houdingen aannemen tijdens je arbeid en tijdens de bevalling. Je ziet er hier een paar. Ik ga ze niet allemaal opsommen, maar je ziet dat je kan op een bal zitten. Je kan op handen en knieën zitten. Je kan schuin gaan liggen, je kan ook eventueel in het water gaan, je kan in bad gaan, op de bal, op de baarkruk, eventueel rondlopen. Heel veel mogelijkheden om dus actief te gaan blijven in de arbeid en in de bevalling. En wat is nu het effect van die actieve houdingen? Dat is dat je de juiste ademhaling, als je de juiste ademhaling hebt en de aangepaste houding, dat je dus minder spanning zal hebben. En dat je spieren losser zullen zijn, zodat je meer gaat relaxen en dat ook je baarmoeder, mond, dus die opening dat je moet hebben, en zodat dat ook relaxter zal gebeuren. We zien ook een betere werking van de hormonen en het heeft uiteraard ook een positieve invloed op je comfort. Het is heel goed dat je voor jezelf ook op het moment zelf, je kan veel oefenen met de vroedvrouw, met de kini, op die houdingen. Maar op het moment zelf, als je moet bevallen, ja, dan zal je toch moeten zien wat dat bij jou het beste aanvoelt. Dus ga je niet in een houding zetten of laat je niet in een positie zetten waarvan je denkt, oh, dat is niet aangenaam. Nee, je hebt zelf de keuze om te kijken in welke houding dat je wil zitten. Ja? En het is ook goed om regelmatig een keer te veranderen van houding. Dit bevordert ook de indaling en zorgt ook voor het ontspannen van het bekkenbodem. En op die manier zal je ook weinig kracht verliezen. Hier zie je ook nog een keer mooie fotootjes hoe dat die bevalling eigenlijk, hoe dat de bevalling eigenlijk gebeurt. En wat zijn nu die verschillende houdingen? Ik dacht dat er daar ook een vraag over was en ook rond de ademhalingstechnieken. Nu, misschien eerst eventjes over de houdingen. Je ziet hier een aantal houdingen waar je dus kan afwisselen. De zijlig is eigenlijk een hele goede rusthouding. Je bent goed ondersteund, ontspannen. Dus dit is eigenlijk een goede houding, zeker in die latente fase en die eerste fase. Ook het zitten op de stoel of op het bed of op een zitbal, waar je zo'n beetje op kan boinken, dat heb je daar pas ook gezien. Dat geeft ook een goede concentratie wanneer je wil concentreren op de ademhaling. Het zal je een beetje in een roes brengen, je kan ook een beetje bewegen. En het voordeel van een zitbal is ook wel dat je babytje op een evenwijdige manier eigenlijk zal drukken op de vagina, zodat je ook een ruime opening, een makkelijker opening zal kunnen hebben.
Je kan ook op je armen en je knieën gaan zitten. En dat helpt vooral wanneer je rugwenen hebt. Want je kan je wenen vooral van voor voelen. Maar je kan ze ook wel langs je rugzijde voelen. En dat geeft ook wel een stukje een opluchting. En dan komt de partner ook in beeld. Want die kan ondertussen goed gaan masseren. En eventueel wat warmte gaan aanbrengen. Rondlopen ook heel, heel makkelijk. En als je kiest voor de actieve bevalling. Zeker bij felle ween helpt het ook wel om een keer rond te lopen en een keer te jammeren van dat doet pijn, dat mag gerust een beetje zingen, een beetje zeuren. Dat kan zeker wanneer je aan het rondlopen bent. En ook in bad kan je zeker ontspannen als het moeilijker wordt om de ween op te vangen. En wat zien we ook? Dat de huid ook wat soepeler wordt en ook gemakkelijker opening zal maken. Dit zijn zo'n beetje houdingen die je kan aannemen. Rond de arbeid, de bevalling zelf, kan je ook al liggend doen, of halfliggend, of verticaal, dat is op een kruk, of hangend in een bevallingsstoel. Ik laat jullie even wat foto's zien. Maar er zijn ook mama's die bevallen op handen en voeten, die dat makkelijker vinden. En dat kan je doen als de dokter in het ziekenhuis ervoor openstaat, maar meestal toch wel. En in de thuissituatie of in het geboortehuis is dat zeker ook mogelijk. Dus wat zijn nu die voordelen van houdingen anders dan de rugligging? Dat is dat je je kracht beter kan opvangen, dat je eigenlijk beter kan persen. Ja, het is net of dat je naar het groot toilet zou moeten gaan. Stel je voor dat je naar het groot toilet moet als je ligt. Ik denk ook niet dat dat zo makkelijk zou gaan. Het persen, dat doen we toch liever als we wat rechtop zitten, net zoals dat we op het toilet zitten. In feite is het een beetje hetzelfde. Ik zie hier nog een vraagje. Yes, ja, een vraagje. Dat van vandaag je mondmasker afdoen. Lieve Delphine, ik weet niet wanneer je moet bevallen, maar ik heb gehoord dat de meeste ziekenhuizen het beleid is dat jij sowieso je mondmasker mag afdoen. En dat je waarschijnlijk wel een coronatest zou moeten doen wanneer je binnenkomt, om te zien of je positief of negatief bent of dat. En ondertussen zijn ook de vroedvrouwen en alle personeel daar ook al wel gevaccineerd. Dus alsjeblieft, dit is een inspanning, dat is zoals een marathon. En een marathon kan je niet doen met een mondmasker aan. Lieve mensen, doe me een plezier. En nou, je mondmasker moet dan, ruk hem gewoon af. En doe dat je het niet gehoord hebt of zegt dat je hem niet mee hebt. Maar dit, Delphine, is echt niet de bedoeling dat je dat moet doen. Dus zeker niet. Oké, dat is dan toch al van de baan. Ja. Hier zie je een aantal foto's van het in bad zitten of steunen op, als je ween hebt, steunen op een voorwerp. Of zitten op de ballen een beetje rond gaan wiegen. Of al liggend aan een massage krijgen. Ook thuis kan je dit doen. Je kan zelfs, dat is nu wel een zeer speciaal badje, maar er zijn ook mensen die een plastic bad huren of aankopen op bol.com. Waarom niet? Om dan ook thuis een stukje in arbeid te gaan, in het bad, dat is zeker ook mogelijk. Op handen en knieën, hier onder de douche, allemaal mogelijkheden. Ik hoop dat jullie er niet van dromen, maar het zal wel goed komen. Hier ook op handen en voeten, hier zie je echt dat de mevrouw met haar poep in de lucht zit en warmte op haar onderrug legt, omdat ze waarschijnlijk ook wel hele sterke rugween heeft. Of je kan hangen aan de partner. Partner, moet al maar jullie spieren in, want vrouwen zijn zeer krachtig als ze aan het bevallen zijn. Allemaal mogelijkheden. Ja? Dit zijn allemaal dingen die kunnen, zowel in de thuissituatie en ook wel in het ziekenhuis. En ik heb hier even een bevallingskamer getoond, waar dat je ook, maar ik zie dan mijn dingetje hier een beetje in de... Ja, oké, dat is weg. Hier zie je ook een bevallings... Hier zie je ook een arbeidsbad. Misschien is dat ook wel een bevallingsbad, ik weet het niet. Een baar kruk waar je op kan bevallen, waar de partner kan achterzitten. Maar ook het bed, uiteraard, is ook mogelijk. Ja, ik hoop nu dat ik verder kan. Oei, wat heb ik nu gedaan? Ja. Zien jullie het volgende? Want ik bleef even steken. Ja hoor, dat is een harde idee. Ja, je ziet hier twee bevallingsmogelijkheden. Eén. Een mooie stoel die ook in het ziekenhuis wel aanwezig is, waar je in kan hangen. Dat is een baar kruk waar je verticaal kan bevallen. En de tweede, ik heb een roze exemplaar gekozen, is een bevallingstafel die, zoals je ziet, omhoog kan.
Maar waar dat je wel twee beugels hebt, wat dat de bedoeling is dat je met je benen gaat inhangen. Maar dus dit kan omhoog en omlaag. Dus in principe kan je ook wel half zittend bevallen. Hè? Dat zijn twee mogelijkheden. Gelukkig is dit verleden tijd. Lieve mensen, stel je voor, vrouwen moesten vroeger op zo'n harde bevallingstafel gaan bevallen. Ik weet het niet. Ik ben heel blij dat dat niet meer moet. Hier zie je ook nog de verticale persing, een aantal fotootjes die ik even wou laten zien. Zijn er daar nog vragen rond? Ja, ik zie hier nog iemand die zegt ja. Ik weet niet waarom dat je ja zegt op de chat, of dat je mondmasker moet afdoen. Is nee, dat... het was of dat je bleef steken met je powerpoint. Ah, ja, inderdaad. Maar nu bleef ik niet meer steken. Nou, oké. Okay. Ja. Nu, er was ook een vraagje rond de onderwaterbevalling. Iemand die graag wil onderwaterbevallen. Hier zie je ook een fotootje van een onderwaterbevalling. Hé. En dit is ook een bevallingskamer in het ziekenhuis. Hé, onder water. Je kan ook thuis bevallen onder water. Maar hier zie je, dit is van het Suruis ziekenhuis in Oostende. Zie je hier de jacuzzi of het arbeidsbad waar je gaat inzitten. En dan heb je het bevallingsbad die je ook kan verstellen. Hé, zodat je... als je groot bent of klein bent, dat kan aanpassen. Dus dat is ook goed zichtbaar. Er is zowel voor de arts als voor de partner ook wel een goed zicht ook op hetgeen dat zal gebeuren. Nu, wat kunnen voordelen zijn van een onderwaterbevalling? Dat is dat je inderdaad een betere relaxatie hebt. Dat je meer van die endorfinen zal aanmaken of oxytocinen om de pijn, de bestrijding natuurlijk te laten verlopen. Een positieve pijnbeleving, een positievere pijnbeleving noemt dat. Ik haal dit ook, je ziet hier ook de bron waar ik de informatie uit gehaald heb. Je bent ook wat gewichtslozer in het water. Vaak zien we dat het een vlotte arbeid en een vlottere bevalling is. En dat er ook wel wat minder moet geknipt worden. Ik zal het straks ook nog hebben over het fameuze knipje. Maar we zien dat het weefsel soepel wordt en dat er daardoor ook vaak minder moet geknipt worden. Ja. Er zijn ook voordelen voor de baby. We zien dat de baby een zachtere overgang maakt van het leven in de baarmoeder naar buiten de baarmoeder. En dat is nu net iets wat veel mensen denken, van ja, maar gaat die baby dan niet verdrinken? Hé? Nee, de baby kan niet verdrinken, want zolang of dat hij van water naar water komt, ja, dan zal hij nog niet zelf ademen en krijgt hij nog zuurstof via de placenta en de navelstreng die nog niet is doorgeknipt. Hé? Dus er is nog wel even, je hebt nog wel een minuutje of twee de tijd om langzaamaan naar boven te komen. Wanneer dat de baby dan uit het water komt, dan zal hij zelf beginnen ademen. Nu, het gaat ook niet altijd het onderwater bevallen, dus er zijn ook echt wel wat voorwaarden aan. Enerzijds zal men jullie nooit dwingen om onder water te bevallen. Ook al heb je de keuze op voorhand gemaakt van ik wil onder water bevallen. Nee, maar je ziet het op dat moment niet zitten. Dan gaat men jou niet in dat bad duwen, geen probleem. Je moet ook meer dan 37 weken zwanger geweest zijn. Het moet ook een ongecompliceerde arbeid en bevalling zijn. Er mogen zich geen problemen voordoen op het moment zelf. En je kan niet onder water bevallen wanneer dat je hepatitis positief bent of HIV positief bent. Of als je koorts hebt of dat er het vruchtwater niet helder is. Als men dat ziet, dan gaat men je uit het bad halen en zal men een gewone bevalling doen. En ook als men ziet dat de harttoontjes naar beneden gaat. Want het is niet omdat je in het water zit en onder het water gaat bevallen, dat men niet gaat controleren. Dus men blijft heel goed controleren. Ja. Maar voor de rest heb ik hier al een aantal, op de chat, een aantal dingen gezien die zeker ook kunnen. Zorg voor een warme omgeving. Zorg dat je warme voeten hebt. Allemaal goede wollen sokken meenemen naar het ziekenhuis of bij je thuis. Want op die manier kan je lichaam een beetje, bedriegen. Als je veel adrenaline of stresshormoon gaat aanmaken, dan gaat alle energie naar vechten en naar vluchten. En zal je zien dat je lichaamstemperatuur naar beneden gaat. Wanneer dat je zorgt voor warme voeten, dan heeft het lichaam soms het idee van oké, het is hier veilig, want die voeten zijn warm. En zullen de stresshormonen ook naar beneden gaan. Zo simpel is het eigenlijk. We hebben het al gehad over het water, maar ook een massage, voedselmassage kan helpen. Ik las hier ook al op de chat je eigen muziek meenemen. Zeker mogelijk. Maar dan misschien ook wel een beetje rustige muziek. Ik weet niet of dat er liefhebbers zijn van de hardrock of de... Hoe noemt dat? Ik kan er nu niet opkomen. Maar...
Inderdaad, heavy metal of ja, enfin, kan er nu niet opkomen wat ik bedoel. Dat festival in de zomer die nu al een 2 jaar niet kan doorgaan, dat is dan misschien toch beter dat het rustige muziek is. Hè? Maar ook aromatherapie is heel goed. Want geur is iets die zeer sterk geconnecteerd wordt ook met hersenen en met hormonen. Dus als je nu gewend bent van te ontspannen in een lavendelbad, hè, of je zegt van ik ruik bepaalde geuren heel graag, neem dat mee naar het ziekenhuis of bij je thuis. En dat kan ook al veel helpen. Ik weet dat er ook in het ziekenhuis een tv of een telefoon aanwezig is. Maar probeer dat toch een beetje te vermijden. En ook een warme oproep aan de partner. Van zeker niet naar thuis of naar het voetbal te kijken wanneer dat de vrouw in arbeid is. Probeer je op die arbeid te concentreren. Want anders zou het kunnen verkeerd lopen. En dan heb je ook de ademhalingstechnieken. Ja. Die kan je aanleren. Dat zou me nu een beetje te ver leiden om dat uit te leggen. Maar je gaat in ieder geval zorgen dat je de ween opvangt met een bepaalde manier van ademen. En dat kan op 2 manieren. Je hebt dus de klassieke ademhalingstechnieken. Ofwel kan je ook gaan werken volgens de hypnobirthing. En dat is eigenlijk dat je de hyperfocus op de geboorte doet en niet zozeer op de pijn. Dus er bestaat daar ook een leuk boek voor. Ik heb hier even de foto ervan, die krijg je ook in de chat. En ik heb hier ook een leuk artikeltje van de Libelle, mama Libelle, heel duidelijk en eenvoudig uitgelegd van wat is hypnobirthing. Je kunt dat misschien, als je geïnteresseerd bent, even opzoeken. Wel, dat zijn ook ademhalingstechnieken, maar ze zijn net iets anders dan de klassieke ademhalingstechnieken. In wat je daar meer gaat kijken om je adem een stukje in te houden, ga je net daar het omgekeerde doen en zorgt die ademhaling voor een diepe ontspanning van lichaam en geest. En ga je dus een beetje in trance proberen te gaan. Je gaat niet tegen de pijn reageren met je lichaam, maar je gaat meegaan met de pijn. Heel verschil, je gaat samenwerken daaraan. En ook zien we dat de partner een belangrijke rol kan spelen. Nu, jammer genoeg zijn er hier in West-Vlaanderen niet zo heel veel mensen die hypnobirthing doen. En als er cursussen zijn, dan zijn ze heel rap volzet. Onder andere vroedvrouwenpraktijk, de Oever doet dit hier in Brugge. Maar er zijn ook al wat boeken, je kan ook heel wat, toch al wat lezen. En wil je wat meer informatie, kan je ons altijd ook meer info daarom vragen. Je hebt misschien ook al gehoord van mindful bevallen. Dat is eigenlijk ook een beetje hetzelfde. Dat is in feite dat je weet van kijk, die bevalling komt. Ik kan daar niets aan veranderen en ik ga daarin meegaan. Ik ga mij niet verzetten tegen die bevalling en die pijn. Maar ik weet van kijk, oké, die pijn komt. Ik laat het komen en het is voor het goede doel. Je ziet voor je, zowel bij die hypnobirthing als bij dat mindful bevallen. Je ziet voor je hoe dat je babytje geboren wordt. Je kan het visualiseren en daardoor is het ook makkelijker op te vangen. Lukt dat altijd? Ik zou zeggen, niet altijd. Ik ken een aantal mensen die heel veel deugd ervan gehad hebben. En ik ken ook een aantal mensen die gezegd hebben van eigenlijk was het compleet anders dan dat ik gedacht had. En ben ik het zelf vergeten toe te passen. Dus een mogelijkheid ook voor jou. Als er vragen rond zijn of zo, laat je het maar weten. Zijn er daar nog vragen rond dat stukje van die natuurlijke pijnbestrijding en natuurlijke bevalling? Was dat duidelijk? Misschien ook even op de chat. Kelly zegt geen vragen meer. Nee. Oké, moest er nog iets komen, dan laat je het maar weten. Nee? Ja. Oké. Ja. Nu, je kan natuurlijk inderdaad, zoals we zeiden, pijnbestrijding doen met medicatie. En als we goed kijken naar de praktijk, dan zien we dat toch wel, ik denk 70% of zelfs wat meer van de mensen die in het ziekenhuis bevallen, gebruik maken van een epidurale verdoving. Nu, in het buitenland gebruikt men eigenlijk niet zoveel een epidurale verdoving. We zijn daar ietsje anders dan bijvoorbeeld in Nederland of in Engeland. In Engeland gebruikt men lachgas, dat zie je soms al op filmen. Maar bijvoorbeeld in Nederland gaat men een intramusculaire, IM, dat is een in de spier, gaat men een bepaalde inspuiting geven met gewoon fysiologisch water. En dat zou op een of andere manier ook al een effect hebben. Er zijn heel wat verschillende mogelijkheden, maar hier in België zien we toch vooral die epidurale verdoving, waar dat men dan ook heel veel ervaring mee heeft. Dus die wordt geplaatst door de anesthesist. Wat is dat, een epidurale verdoving? Wel, dat is dus in feite
het prikken met een naaldje via de tussenwervels. Dat is je wervelkolom en dat is je ruggenmerg. En dus men gaat in feite een buisje, via een naald gaat men een buisje plaatsen ter hoogte van je ruggenmerg, zodat je verdoving kan inspuiten en dat alles dat onder dat buisje zit, bij wijze van spreken, zal verdoofd zijn, zoals bij de tandarts. Dus je zal nog wel iets voelen en de ene voelt dat wat meer dan de ander. Dus je zal wel voelen dat je baby geboren wordt, maar het zal niet meer zo pijnlijk zijn. Nu, wanneer krijg je dan die epidurale verdoving of wanneer kan je erachter vragen? Ik weet niet of je nog herinnert de verschillende fasen van de bevalling of van de arbeid. Als je in je latente fase bent en je bent nog maar 1 centimeter ver of 2 centimeter ver en je zegt ik wil een epidurale, dan zal je helaas te horen krijgen dat je nog een beetje moet wachten. Meestal plaatst men de epidurale wanneer je 4 à 5 centimeter hebt, wanneer je aan het einde bent van die latente fase, of toch zeker in de tweede helft van die latente fase. Weet ook dat het een 20 minuutjes tot een half uurtje duurt voordat die epidurale begint te werken. Dus het is ook als je al 9 centimeter opening hebt en dan roep je ik wil een epidurale, ik wil een epidurale. Dan zullen ze jou kalmeren, maar zullen ze je geen epidurale verdoving meer geven. Want tegen dan ben je waarschijnlijk al bevallen en heeft het geen zin meer. Nu, een epidurale kan zeker, wordt zeker veilig gegeven bij ons. Maar de vraag is ook vaak wel, van, zijn er daar voordelen en nadelen aan? En die wil ik toch ook eventjes met jullie opsommen. De voordelen zijn, het is de beste pijnbestrijding. Je kan de pijn volledig, tot bijna volledig wegnemen. Het kan ook helpen bij een vastlopende arbeid. Wanneer dat bijvoorbeeld de vroedvrouw ziet van die opening, dat vordert niet en je ligt al 12 uur af te zien en heel veel pijn te hebben en ze zien dat, dat die opening niet vordert, dan zal men bijvoorbeeld ook wat extra oxytocine, kunstmatige oxytocine, kunnen bijspuiten. En dan kan een epidurale verdoving er toch wel voor zorgen dat de arbeid weer goed op gang komt. En natuurlijk ook bij een ingeleide bevalling, wanneer dat je bevalling wordt ingeleid, dan zijn sowieso de weeën extra hevig. En is het vaak moeilijker om die weeën natuurlijk op te vangen. En dan kan natuurlijk ook die epidurale verdoving wel oké zijn. Nog een voordeel die hier niet op staat, dat is als je een epidurale verdoving hebt en er moet dan ingegrepen worden, er moet een keizersnede gebeuren, dan kan dit ook onder die epidurale verdoving gebeuren. Soms zien we in bepaalde ziekenhuizen, is dat zo, andere ziekenhuizen niet, dat je een pompje krijgt en dat je zelf kan bijpompen om meer, of ja, niet minder, eenmaal meer vloeistof of pijnstilling te krijgen. Soms is dat zo niet overal. Ja. Nu, ik wil toch eventjes wel zeggen dat er ook al wat nevenwerkingen zijn. En dat wil ik niet doen om jullie bang te maken, in tegendeel. Want uiteindelijk zijn het allemaal zaken die oplosbaar zijn. Maar ik heb toch even gekeken en ik heb hier ook weer de bron vermeld van wat zijn mogelijke nevenwerkingen. Dat is dat je een bloeddrukdaling kan krijgen op het moment dat dus je ruggenprik gegeven wordt. En daarom zal men sowieso standaard, als je een epidurale verdoving vraagt, zal men standaard een bakster steken. Zal men dus sowieso een bakster met fysiologisch water gaan inbrengen. Dat is een infuus. Het kan ook zijn dat je wat duizelig wordt door die bloeddrukdaling. En dat men jou dan ook wel op de zij zal leggen, omdat dan op die manier je dat wat kan opvangen. Schiet ook niet in paniek, maar op het moment dat je een epidurale verdoving kan hebben en je ziet op de monitor met de harttoontjes, dan kan het ook zijn dat door jouw bloeddrukverlaging de harttonen van de baby even kort naar beneden gaan. Dat is mogelijk, maar dat is van korte duur en wordt ook heel goed opgevolgd. Ja? Het is ook zo dat je je blaas ook niet meer voelt. En dat je daardoor ook niet meer kan voelen of dat je blaas vol is of niet en vaak niet meer kan plassen. En het is heel erg belangrijk dat je een lege blaas hebt om goed te kunnen bevallen, want er moet daar plaats gemaakt worden. En daarom kan het zijn dat bij bepaalde mensen, als ze zien dat de blaas vol zit en dat je niet kan plassen, zal men een katheter of een buisje steken, zodat de urine kan aflopen. Soms kan het zijn dat je jeuk hebt, soms kan het zijn dat je na de epidurale gewoon gaat rillen, zonder dat je eigenlijk koud hebt, maar dat is ook van voorbijgaande aard.
Er is 1% van de mensen die hoofdpijn krijgt de dag na de epidurale verdoving. Maar dan wordt er gevraagd om te rusten en om eventueel wat medicatie te nemen, om voldoende te drinken, en dan gaat dat meestal wel vanzelf over. Ook rugklachten kunnen voorkomen, alhoewel dat de meningen daar een stukje rond verdeeld zijn. Het is zo dat men vaak ook wel zegt van je kan het wel een tijdje voelen ter hoogte van de prik, dan wel. Maar we zien natuurlijk ook wel het einde van de zwangerschap sowieso wel wat rugklachten verschijnen bij veel zwangere vrouwen. En het kan ook zijn dat je koorts hebt en dat zal men ook goed opvolgen. Dus dit rond die epidurale verdoving. Zijn er daar nog vragen rond? Ik denk, je mag ze gerust stellen, geen enkel probleem. Ja, en dan de natuur als het kan, de techniek als het moet. Zoals ik al zei, kan het zijn dat je bevalling moet ingeleid worden om medische reden, ofwel omdat je te veel over tijd bent, of dat ze moeten stimuleren, of dat je te vroeg bevalt, of dat er inderdaad een keizersnede moet gedaan worden. Dat kan een geplande keizersnede zijn of een ongeplande keizersnede. Een geplande keizersnede zal meestal altijd zijn onder epidurale verdoving. Een ongeplande keizersnede, wanneer dat het heel snel moet gaan en je hebt nog geen epidurale, dan kan het zijn dat het ook onder volledige verdoving kan. Nu, de keizersnede met een epidurale verdoving, dat kan ofwel in het operatiekwartier gebeuren en dan kan je partner er niet bij zijn, maar in heel wat ziekenhuizen zet men nu ook in om onder lokale verdoving de keizersnede in het verloskwartier te doen, zodat je als partner er toch kan bij zijn. En dat is dan wel toch een grote, goede evolutie. Ja. En dan, als jullie het goed vinden, als je het goed vindt, nog heel kort iets over het knipje of die episiotomie. Wat is dat? Je krijgt er misschien al nachtmerries van. Zeker niet nodig om daar nachtmerries over te krijgen. Wat is het? Dat is dat men eigenlijk de vulva of de vagina gaat inknippen. Dit is de vagina en hier heb je de aars. Men gaat schuin een knipje geven om ervoor te voorkomen dat moest je scheuren en te fel scheuren, dat je een scheur zou krijgen naar de spier van de aars. Want dat kan dan later ook incontinentieproblemen geven. Dus waarom? Waarom gaat men een epidurale doen? Wanneer wordt dat gedaan? Dat wordt gedaan net voordat de baby geboren wordt. Dan zal je zien dat het perineum helemaal wit trekt, dat al het bloed eruit gaat, dat het onder hele grote spanning komt te staan. En dan kan men soms wel een knipje geven, zodat de bevalling ook sneller kan verlopen. Ja? Wanneer is een knipje nodig? Ja, wanneer dat de baby toch wat meer ruimte nodig heeft om te bevallen. Of wanneer dat ze zien dat er een ernstige kans is om ernstig door te scheuren of uit te scheuren. Wanneer dat je baby in nood is, bij een stuitbevalling, als ze die nog doen. Meestal is een stuitbevalling wordt dat wel een keizersnede. Maar ook wanneer dat de arts wel moet helpen met een vacuüm of met een verlostang. Allemaal dingen waar we liever niet te veel over nadenken. Maar ik denk dat het toch goed is dat ik het even benoem. Mensen die daar nu niet willen over horen, hou even je oren toe. Ik zie je toch niet. Je kan het niet zien wat dat je doet. Zijn er ook nadelen aan een knipje? Eigenlijk wel. We zien dat je kan een scheurtje krijgen. Dus dat men niet gaat knippen, dat je een klein scheurtje krijgt vanzelf. We zien dat dat meestal rapper geneest, het scheur, dan de knip. En dat de pijn, klachten bij een knipje soms wel langer duren. En in het begin kan je ook wel wat last hebben als je bijvoorbeeld aan het vrijen bent. Van dat knipje, dat kan een beetje hard zijn. Nadien, er is ook nog een beetje litteken. Maar je mag dat gerust, wanneer dat je wat hersteld bent, goed inmasseren met wat Nivea of wat olie. Maak dat maar gerust wat soepel na een aantal weken na je bevalling. Dat kan je zeker doen. En ze zullen ook geen knipje zetten als het niet nodig is. Dat is ook wel heel belangrijk. Ja. Doet dat pijn een knipje zetten? Wel, eigenlijk wordt een knipje gegeven tijdens de persween. En dan zal je het helemaal niet doorhebben dat ze gaan knippen. Ze zullen natuurlijk wel zeggen van we gaan een knipje geven, maar je bent dan zodanig geconcentreerd dat je dan nog niet eens doorhebt dat men een knipje zal geven. Heb je geen epidurale verdoving en men heeft tijd, dan kan men toch lokaal misschien een klein beetje de bekkenbodem gaan verdoven voordat men het knipje geeft. Dat is ook mogelijk. Ja. Zijn er daar vragen rond het knipje? Dat zou kunnen? Nee. Ik weet niet of dat jullie ondertussen al een beetje een idee hebben wat dat je aanspreekt. Of heb ik jullie angstig gemaakt? Zet het ook maar op de chat.
Wat je ondertussen al een beetje mee hebt. Ondertussen wil ik het ook nog even hebben over dat geboorteplan. Els zei het ook al. Ik vroeg jullie nu, hebben jullie nu al een beetje een beter zicht op hoe dat je het zou willen? Bespreek dat ook een keer met je partner. Heel belangrijk dat je daar open kan over spreken. En dan is het goed om je wensen en je verwachtingen rond die bevalling te gaan opschrijven in een geboorteplan. En dat kan je dan bespreken met je vroedvrouw, met de gynaecoloog, met de arts of wie dat dan ook de begeleiding doet. Hou er wel rekening mee dat dat plan misschien niet helemaal kan doorgaan en dat je echt wel vertrouwen mag hebben in die professionaliteit van de artsen en de vroedvrouwen, dat ze niet zullen zeggen, ja, maar dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet, als er echt geen, als er geen probleem is. Maar dat wil niet zeggen dat als je geboorteplan niet kan doorgaan, je hebt altijd recht op info, op de informatie waarom dat iets kan of niet kan. Dat is wel belangrijk. En hier zie je, ik weet niet of dat het duidelijk is, maar je zal het ook wel zien op de PowerPoint die je gaat krijgen. Dit is een geboorteplan. En wat staat er daarop? Dat is nu bijvoorbeeld van een ziekenhuis in Limburg. Ik vind het wel een mooi plan. Je mag 1 persoon extra meenemen. Je mag muziek meebrengen. Hoe wil je bewegen? Wil je gaan zitten, hurken, dansen, rondwandelen? Dat is allemaal mogelijk. Wil je in het water? Wil je pijnverlichting? Ja, enzovoort. Je ziet het hier eigenlijk ook al opstaan. Wat kan de partner doen? En dan kan je eigen geboorteplan daarop afstemmen. Wie wil ik graag meenemen? Wil ik foto's? Wil ik muziek? Hoe wil ik met de pijn omgaan? Welke houdingen vind ik fijn? Heb ik speciale wensen? Maar ook, bijvoorbeeld, heb je een voorkeurshouding? Wie gaat de navelstreng doorknippen? Wil je de placenta mee naar huis nemen? Sommige mensen nemen graag de placenta mee naar huis om er een appelboompje op te zetten. Die groeien dan extra goed. Of heb je nog andere wensen of voorkeuren? Ook rond de huid-op-huidcontact, enzovoort, enzovoort. En hieronder zie je dan ook mogelijke interventies, die ook wel belangrijk zijn om een keer te bespreken met de vroedvrouw of met de arts. Soms wordt er gezegd van, kijk, we gaan de vliezen breken. Ben je daarmee akkoord? Dat infuus of die epidurale verdoving, die knip enzovoort, dit kan ook besproken worden. Is dat een beetje duidelijk, dat geboorteplan? Dus bekijk het zelf een keer. Het is een inspiratie voor je eigen geboorteplan. Moet dat een geboorteplan? Ik hoorde laatst iemand die zei van, moet ik eigenlijk een geboorteplan hebben? Nee, natuurlijk niet. Je kiest echt voor jezelf. Ik wil geen geboorteplan en ik hou mij gewoon... Zij zullen wel zeggen wat ik moet doen. Dat is even goed als dat je zegt van ik wil de regie in eigen handen hebben en ik wil een geboorteplan meenemen. Weet ook voor jezelf dat je misschien tegen je eigen geboorteplan zal ingaan. Dat je bepaalde dingen niet zal willen. Geef dat dan ook toe. En geef dat dan ook gewoon aan toe. Doe dan ook gewoon waar je op dat moment zin in hebt. Ik ben een klein beetje over tijd, maar ik ben bijna klaar. Dus het gaat niet meer zo lang duren. Ik wil wel even nog de nadruk leggen op het feit dat je dus zelf een beetje beslissingsrecht in handen moet nemen. En we noemen dat beslissen met brains. En dat is dat je ten alle tijde mag vragen waarom dat men een beslissing neemt. Stel dat je zegt van ik wil graag in het water zitten. En de vroedvrouw komt en zegt kom je zal uit het water moeten. Ja. Of je hebt heel veel pijn en de vroedvrouw zegt, ja, maar je gaat nu toch een epidurale moeten hebben. Okay? Dan is het heel goed dat je regie in eigen handen kan nemen. Want ik weet niet welk gevoel dat je bij die 2 voorbeelden zal hebben. Ik zelf zou in paniek schieten. Okay? En denken, wat is er aan de hand? En wat gebeurt er? Ja, maar ja, ik wil dat niet. Okay? Waarom doen ze dat? En je gaat weer meer stress krijgen, waardoor dat je meer stresshormonen zal hebben, waardoor dat je goede hormonen om een goede arbeid te hebben ook weer naar beneden zullen gaan. Nee, dus het blijft belangrijk dat je de regie in eigen handen hebt. En je mag gerust vragen, wat is de bedoeling? Waarom moet ik uit dat water? Wat is de bedoeling? Ja? Als ik in het water blijf, zijn er dan risico's aan verbonden misschien? Als ik nu in het water blijf, wat zijn dan de risico's? Ja? Zijn er alternatieven? Welke opties zijn er nog? Dat zijn dingen die je mag vragen. Maar ook, wat vind je zelf? Wat zou je het liefst hebben? Zou ik eigenlijk liever nog een beetje blijven zitten in het water? Of zou ik toch liever nog eventjes wachten om die epidurale te steken? Kan dat? Wat zou er gebeuren als we niets doen?
En dat je even de tijd zegt, vraagt, van kijk, ik wil er nu 1 minuut over nadenken. Kijk, binnen een minuutje zal ik zeggen of dat oké is of niet, als je dat nodig vindt. Dit is anders dan dat je zomaar die zaken op je af moet laten komen. En het is ook het is ook jullie recht als patiënt om je informatie te hebben. En het is ook een plicht van de dokter en de vroedvrouw in 2021 om jou deze informatie te geven. Dat vind ik echt belangrijk. Maar wat zien we heel vaak? Als mensen een minder goede ervaring hebben met hun bevalling, dan heeft het heel vaak met dit ook te maken. Dat het anders is gelopen dan dat ze gedacht hadden en dat ze... dat ze voor hun keuze gesteld geweest zijn en in paniek geschoten zijn en daardoor ook een negatieve ervaring gehad hebben. En dan wil ik graag gewoon eindigen met heel kort nog te zeggen van als je baby dan geboren is, ga dan alsjeblieft geniet van het magische uur na de bevalling. En waar is dat het beste? Dat is het best van al dat je babytje huid op huid ligt het eerste uur na de bevalling. En je ziet dat hier op de fotootjes, dat de baby zeer goed wakker is, zijn oogjes open heeft, al zuigbewegingen gaat beginnen maken. En als je wil borstvoeding geven, dan zal je zien dat die baby zelf spontaan ook naar die borst gaat kunnen in dat uur. Stel dat je met een keizersnede bevalt, ook dan zal je even huid op huid kunnen hebben. Maar ook, we vergeten jullie niet, de partners die mogen na dat eerste uur bij de mama zeker ook huid op huid doen met hun babytje. Wat zijn de voordelen? We zien echt ook lichamelijke voordelen. De baarmoeder zal sneller samentrekken, want je hebt meer knuffelhormoon, waardoor dat je minder bloedverlies zal hebben. Het zorgt voor een goede band en hechting, ook weer door die oxytocine, dat knuffelhormoon. Je zal ook responsiever en positiever staan ten overstaande van je baby. Een betere start van de borstvoeding is er ook. En we zien zelf dat jouw lichaamstemperatuur omhoog gaat, dat je hart sneller klopt, dat je bloedsomloop beter gaat, dat je spijsvertering beter is en dat je ook rustiger bent. Allemaal door gewoon je baby huid op huid te leggen. Ook bij de baby zijn er heel veel voordelen, want de baby herkent je geur. Je tepel of de geur van de mama, die is een beetje dezelfde geur als het vruchtwater. Ook wordt de baby gekoloniseerd met de juiste bacteriën. Dus het is niet de bedoeling dat een verpleegkundige of een vroedvrouw je baby vast heeft, maar dat de baby dus de juiste bacteriën krijgt. Het zal een veilig gevoel geven, een goede zuigtechniek hebben, minder huilen, maar zelfs ook een betere, stabielere lichaamsfuncties hebben. Hij zal een beter zijn temperatuur kunnen houden, hij zal beter ademen, zijn saturatie zal beter zijn enzovoort. Dus zeker in alle ziekenhuizen zien we nu gelukkig dat men het positieve van die huid op huid heeft gezien en dat men dat overal toepast. Voilà, dat was het zo'n beetje hetgeen dat ik wou zeggen. Ik zou zeggen, denk er nog een keer allemaal over na. De PowerPoint wordt nog een keer doorgestuurd. Je hebt nog tijd. Ik weet niet hoeveel tijd je nog hebt. Misschien zijn er mensen die volgende week al moeten bevallen. Maar enfin, dan heb je nog een paar dagen om erover na te denken. Weet dat je de bevalling toch een beetje de regie in eigen handen kan hebben. Ook als het anders loopt, maak je wensen bekend. Maar weet ook dat professionelen er zijn voor jullie en dat het soms wel nodig is om in te grijpen. En ook als partner, wees ook partner in crime. Je zult meer dan wie dan ook weten wat dat je vrouw, wat dat de mama nodig heeft op dat moment. Dus jij bent de connectie met je partner en ook de spreekbuis of de tolk voor de mama. Oké, dat zal het een beetje zijn. Ik weet niet of er nog vragen of bepaalde zaken zijn. Mag het gerust op de chat geven. Mensen die al willen vertrekken, dankjewel om erbij te zijn.